was helemaal vergeten om de vlog te openen, dus hallo allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Hoor je dat geluid? Eindelijk doet onze robotstofzuiger weer. We hadden dus, toen we terugkwamen van vakantie, geen internet. Blijkbaar al toen we op vakantie waren. En toen moest er natuurlijk een monteur komen, dat duurde even. Toen bleek het buiten huis te zijn, maar niet binnen huis, dat duurde even. En ondertussen kregen we dan een code waarmee we 7 dagen gratis internet konden. Met onze telefoon, dan kon je de hotspot verbinden, maar mijn hotspot deed bijvoorbeeld al niet, alleen die van H. En ja, de robot opnieuw instellen en zo was te veel gedoe, dus we hebben gewoon met stilstofzuiger gedaan. Eindelijk! Ik laat hem even zuigen, dan ga ik hem even schoonmaken en dan laat ik hem nog een keer. Eindelijk zeg. Jeetje, wat een gemis. Dat is echt een van de fijnste aankopen ooit. Nou, eigenlijk heb ik haar gekocht, maar oké, nog steeds een fijne aankoop. Hey, lekker begin van de week. Hi! Ja, thanks! Doei! Olé, olé, olé! Oh, dat is lang geleden. Ja, 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 ja. Chill, dit is chill, dit is chill. Menu? Oh, dat doet me echt denken aan vroeger. Dit is zo relaxed, jongens. Allemaal zakken met nummertjes erop. Wat gaan we vanavond eten? En... Huh? Wat is dit ook weer dan? Bieten tortilla chips. Oh ja, dat kip gehakt. Lekker. Ik had eindelijk niet meer zelf na te denken wat we gaan eten. Ik vind dat zo relaxed. Cheeky day. Voilà. Deze kan je dus gewoon weer meegeven als je de volgende keer weer HelloFresh hebt. Dat is heel chill. Dat. Helemaal makkelijk zo. Nou, super chill. Dan ga ik zo even kijken wat we vanavond... Oh, deze duurt maar 20 minuten. Dat is echt heel chill. Wat we vanavond gaan eten. Is er nou serieus zon? Er zon. By the way... Ik heb gisteravond en gisterochtend zo ontzettend goed. ben zo goed naar de wc geweest. Het zou hierdoor kunnen komen. Dat is niet normaal. En haar zon, dat is ook niet normaal. Wat? Bij lestime. Dat is wel lastig, dit. Ik moet natuurlijk bijna op afstand geven. Ik vind het blauwe haar trouwens best cool. Matcha nummer 2 voor today. Hallo. Ah. Goedemiddag. Hebben jullie zelf iets thuis van materiaal? Hoe oefenen jullie thuis zelf als jullie gaan hakken en plakken? En dit zijn de lusletters, maar ik denk dat je die pas in groep 3 krijgt, of niet? Oh ja, super. Maar ik weet natuurlijk ook niet of zij op school deze letters gaat krijgen. Want sommige scholen werken met lusletters en sommige met blokletters. Want het is natuurlijk best wel verwarrend als ik het anders ga aanleren. Zitten jullie trouwens op een vaste computer of op een laptop? Is het mogelijk om naar even een ruimte te gaan waar iets minder geluid is of niet? Het is met dat online, dan hoor je dat heel hard. Ik in ieder geval hier. En werken jullie met alleen de plaatjes of ook al met woorden lezen? Kun je nog eentje doen? Wil je het eerste of het tweede plaatje hakken en plakken? Tweede. Nou, omdat het de allerlaatste is, mag jij hem even in je eentje proberen te hakken. Roos. Als ik zeg roos, hoor jij dan de A? Roos. Hoor jij dan A of O? Ja, we hebben geen A nodig, want we hebben roos. En bijvoorbeeld de A, die hoor je weer bij slak. Slak, hoor je dat? A. Maar dit is een roos. Dus je had al de R. Wat komt daarna? Roos. De letter die je al had, die schrijf ik vast even op hoor. Ja, hey, wat goed. Ro, nou dan heb ik volgens mij nog maar 1 lettertje nodig nu. Roos. Welke missen we dan nog? Roos. Roos, zegt dat eens. Dan gaan we het nu eventjes 5 keer heel snel zeggen. Ga ik eerst. Roos, 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 roos. Nog 1 keer. Goed zo. Heel goed. Gaan we hem nu een keertje heel langzaam zeggen. Mag jij eerst? Roos. Ga ik het nog een keertje heel langzaam zeggen? Roos. Bijna alsof alles vertraagd gaat. Zo. Roos. Heel goed. Welke letter hoor ik dan op het einde? Roos. Hé, hey, volgens mij zit die letter ook in jouw naam. Of niet? Ja. Hebben we alle letters gevonden, want wat staat er dan? En het hele woordje? Roos. Heel goed. Super goed gedaan. Dan was dat het al voor vandaag. Deze echt heel lang geleden bij de Action gekocht. Hi. Ik heb voor jou online even een tekst opgezocht die we kunnen gaan lezen. Vind je dat goed? Ik ben Charlotte trouwens. Hallo. En jij gaat naar groep 7. Zo. Ik heb een tekst gevonden. Ik ga helemaal niet zeggen waar die over gaat trouwens, want die gaan we samen lezen. Kan jij die zien, die tekst? Ja? Oké.
gaan we gewoon een klein stukje lezen. En dan ga ik je daarna vragen, wat hebben we nou eigenlijk gelezen? Wat weten we nu? En dat doe ik dan steeds na een best wel kort stukje. Want ik vind het altijd een beetje lastig als je aan het einde helemaal moet vertellen wat je hebt gelezen. Dus kunnen we beter in kleine stukjes verdelen de tekst. Ja? Oké. Mag jij het hardop lezen? En wat ik nu al merk is dat je heel goed kan lezen. Je kan heel goed de woorden technisch lezen en ook lekker snel. Ja. Maar heb je dan ook een beetje een idee wat je hebt gelezen? En jij zegt, ze gaan te ver. Maar pas op als je zoiets zegt, want dan krijg je eigenlijk al een beetje een eigen mening bij de tekst. Want ze zeiden niet dat ze te ver gaan, maar dat ze nog wat verder gaan. Want als jij bijvoorbeeld op je toets zou schrijven, ja, ze gaan echt te ver. Snap je wat ik bedoel? Te ver gaan betekent van, oh, je gaat echt te ver. Terwijl verder gaan is natuurlijk gewoon verder gaan. Dus probeer daar goed op te letten. Wat denk je? Want ze zeggen in de laatste zin, er zijn een heleboel redenen om geen vlees of vis meer te eten. Met die laatste zin geven ze waarschijnlijk aan wat er dan in de volgende alinea besproken gaat worden. Voor mij is het niet belangrijk dat je super snel leest. Maar als jij dat fijn vindt, mag je dat natuurlijk gewoon doen. Zo, 1 uur en 20 minuten verder. Grappig. Ik dacht eerst echt van, oh, hoe ga ik dit doen? Een 5-jarige hak en plakken na, ze had echt geen focus. De moeder ziet het zelf ook, dus ze zei van... De situatie is dat ze hadden gezegd, ze is een jonge leerling, dus ze gaat naar groep 3, ze is pas 5. Dus ze hadden gezegd, nog een jaar kleuteren. De moeder wilde dat niet, die had iets van, dan liever nog... Ze is er al aan toe, zei ze, om niet meer alleen maar te spelen en echt al te leren. Dus ik heb dan liever, als het nodig is, dat ze in groep 3 blijft zitten. Nou, dat snap ik helemaal. Ik merkte zelf wel dat ze heel speels is, maar dat kan ik verder niet inschatten, zo. Maar ze had er echt geen zin in, dus de moeder zei al, ik wacht al even deze vakantie, laat ik het gewoon eventjes. Ze had dus... Voor de 2 dochters. Dus nu ga ik alleen nog werken met haar oudere zus die naar groep 7 gaat voor begrijpend lezen. Superleuk, daar kan ik heel goed bij helpen. Dus ik merkte dat ze heel goed precies een zinnetje eruit kon plukken en dat het antwoord kon geven. Maar soms als ik dan iets heel anders vroeg, kon ze niet op de eigen manier zeggen wat er stond. Weet je wel, als ik zei waar verwijst die keuze naar, dan raakte ze een soort van in paniek van oh, dat staat niet letterlijk in de tekst, dus ik weet het niet. Dus met haar kan ik heel goed gaan oefenen. Ik zei ook, ze was achteruit gaan met haar CITO van een 1 naar 2 naar 3. CITO scoren. 1 is dan het hoogste of 1 plus en 5 het laagst. En ik zei al, ja, dat weet je, ik denk niet dat je er heel erg zorgen om hoeft te maken. Maar al had je een 1 op de CITO, is het zo goed om te oefenen met begrijpend lezen. Want niet alleen voor je toets begrijpend lezen, maar ook voor je andere toetsen. Hoe vaak wordt een vraag verkeerd geïnterpreteerd? En als je moet gaan studeren, leren, hoe moeilijk is het om te leren en te lezen? En ik weet zelf hoe lastig dat kan zijn. En ik kan daar heel goed bij helpen. Dus dat is heel leuk. Dus we gaan dan gewoon iedere woensdag, nu dan even op maandag, maar volgende week van woensdag om 12 uur ga ik dan met haar dat doen. Maar, en dan volgens mij daarna om 2, ja in de vakantie om 12. En dan daarna later om 2 uur op de woensdag. Ja, ik verdien er echt heel weinig mee. Want met een uurtje, nou ik kan het trouwens wel gewoon zeggen, verdien ik dan €20. En zij betalen bijna 40 en de rest gaat naar de website. Maar voor nu doe ik het gewoon eventjes zo. Is gewoon makkelijk. En ik denk wel van ja, dan ben ik dus natuurlijk, je bent al een halve van tevoren ook. Ik heb zo de bijles, bla bla. Je moet wat voorbereiden. Dus eigenlijk ben je best wel lang bezig om €20 te verdienen. Wat natuurlijk best wel weinig geld is voor ja, een leerkracht. Afgestudeerd leerkracht op mijn leeftijd. Maar ik weet nog niet precies wat ik wil. Dus voor nu is het gewoon leuk erbij. En ook heel leerzaam. In ieder geval, ze zei, weet je, laat maar zitten voor die dochter van 5. We wachten al even af als ze in groep 3 zit of het nodig is. En ik zei, ja, desnoods komt ze aan het begin even 5 minuutjes met mij hakken en plakken. Dan heb je alweer wat geoefend, weet je wel. Toen vroeg ze het aan haar dochter, zei de dochter, ik wil 0 minuten. Ze heeft er helemaal geen zin in, maar goed. Ja, ik had dit nog beneden liggen. Hier heb ik mee gewerkt. De boeken heb ik niet gebruikt. Dit heb ik bijvoorbeeld gebruikt. En dit heb ik net gedaan met begrijpend lezen. Op internet kan je genoeg vinden. Dus ja, oké. Oh, ik had honger, ik had op Gio op. Het is al 3:30. Wow, het is ziek laat. Dan denk je, oh 2 uur is vroeg. Maar ben je klaar, het is 3:30. Dan kan je nog gaan sporten. Maar ik wou ook koken voor H thuis komt. Maar ja, anyway, deze kaas. Ik weet dus niet waar ik het kan krijgen. Maar de zus van Hill heeft dit meegenomen. Ze had het een keer. En ik was helemaal impressed van hoe lekker dit is. Maar hier hebben ze dus heel weinig geitenkaas in Zuid-Holland. En het komt ergens uit het zuiden. Oh, dus geitenkaas met schimmel. Het is het beste wat ik ooit heb gegeten.
En niet normaal lekker. Ja, Poesie, jij snapt er natuurlijk niks van. Ik had even het ding hier gezet. Om te kijken of die hierboven mooi zit. Maar het is een beetje dubbel op met dit. En de kleur is totaal anders. En Poesie's lievelingsplek is nu weg beneden. Dus dat is heel zielig. Dus I don't know what to do. En ik heb al sportkleren aan, maar ik weet niet of ik het nu red om te gaan. Wow, kijk wat er afkomt. Van de kussens alleen, want ik had de stoel al gedaan. Met dit ding. Hier komt het echt, hij is heel snel weer vol met haar, maar je spoelt hem af en dan is hij weer goed. Heel handig van Action. Maar hiermee kan je heel veel haren eraf krijgen. Ook als hij nat is. Deze kussens waren echt doordrenkt. Hoe noem je dat? Helemaal vol met haar. Maar hoe is dit? Het is zo'n leuk kindercoachstoeltje, vind ik. Maar die zwarte stoel is ook te cool voor kinderen. Niet dat ik een kindercoachpraktijk ga hebben binnen nu in een korte tijd. Maar ik weet niet of dit een beetje kan. Maar nou, ik wacht even tot haar thuis is wat hij ervan vindt. Dat hebben ze dus niet zo vaak bij de Lidl. Als je het een keer ziet, jongens. Ik wil deze tip eigenlijk niet delen, want ze hebben het al nooit. En ik wil alle pakken hebben als ze het hebben. Maar goed, dit maak ik hier nu een screenshot van. Is de lekkerste gazpacho ever. Niet normaal. 35 hadden we wel eens een periode dat we koude soep deden die niet zelf gemaakt was. En mensen vonden deze zo lekker, gewoon nog lekkerder dan zelf gemaakt. Er is geen brood in of zo, het is gewoon puur groente. Ook heel laag in calorieën, maar de smaak is amazing. Dit is... Heb ik geluncht? Oh ja, die geitenkaasblokjes en dit. Een beetje te weinig, maar goed. Ik ga lekker Hello Fresh maken. Daar heb ik zin in. What am I going to choose today? Dit is letterlijk, hier heb ik echt zin in, maar dit is in 15 minuten. Dat is echt zo snel. Hoe dan? Wauw, nee, ik wil even wat moeilijkers vandaag. Je kunt bij HelloFresh echt tegenwoordig zoveel gerechten kiezen. Niet normaal. Als je mij al langer volgt, dan weet je, vooral als je mij sinds het begin volgt, dat ik zoveel met HelloFresh heb gekookt in mijn leven. Een van mijn eerste video's was zelfs een HelloFresh unboxing. Toen was het volgens mij net een beetje nieuw of zo. Ik heb echt, nou, ik denk wel 100 boxen besteld in mijn leven. Maar volgens mij door 35, doordat we toen helemaal geen regelmaat meer hadden, zijn we er een beetje mee gestopt. De samenwerking met HelloFresh is echt gewoon life goals voor mij. Want dat wilde ik vroeger zo graag. En ineens kreeg ik een mailtje van het PR-bureau of ze dus een samenwerking met HelloFresh wilde opzetten. Gewoon eenmalig. Zo leuk. Dus ik mocht een box uitkiezen. En ik dacht echt, wauw, dit vind ik zo tof dat 8 jaar later ik nu gewoon een samenwerking met HelloFresh heb. Mega leuk. En überhaupt gewoon heerlijk. Want zoals je mijn vlog zag, soms had ik echt zin om de keuken in te duiken, lekker zelf dingen te bedenken. Maar overal de normale avondeetavonden zijn echt best wel saai de laatste tijd. Waar we ook al van genieten hoor. Maar het idee dat ik nu eventjes niet naar de winkel hoef. En ik vind boodschappen doen hartstikke leuk. Maar niet zeg maar als het moet en als je moet bedenken wat je moet eten. Dus dan elke maandag denk ik weer, oh, hij komt uit Zerk. Ik wil lekker voor hem koken. Ik ga lekker voor hem koken. En wat moet ik maken? En ik heb gewoon geen inspiratie meer. Dus dit is zo chill. Heerlijk, alles wordt gewoon in porties geleverd. Love it. Oh, en trouwens, er staat een kortingscode in de beschrijving. Mega chill, ook als je al lid bent geweest. En je hebt nu voor een bepaalde periode niet meer besteld, maar je bent al lid geweest, krijg je dus vet veel korting. Dus kijk eventjes in de beschrijving. Oké, nee, ik ga voor de oorzo. Nou, ik kan niet kiezen. Het is allemaal zo lekker. Ik ben zo gek op oorzo. Ik heb het ook echt bij HelloFresh geleerd dat het überhaupt bestaat. Het is gewoon een soort van Griekse rijst, maar eigenlijk is het pasta. Hier de Pearly. Waarom this one? Vet leuk, want in elke vlog kook ik, deel ik eten en alles. En nu is het gewoon een samenwerking. Superleuk. Laat me weten of je weet welke video ik bedoel. Echt 8 jaar geleden, denk ik. Of 7 jaar geleden. 7, 8 jaar geleden. Unboxing HelloFresh. Sowieso al mijn vlogs was ik HelloFresh aan het koken. Ik weet nog dat jullie altijd vroegen. Jullie die toen keken. Oh my god, heb je een recept? Wauw, wat is het voor lekkers? En dan zei ik, dit is gewoon HelloFresh. Ik ben alweer veel te lang aan het kletsen. Let's make it. En die serveert het gerecht met knoflookbrood. Ik ga even deze box zoeken in de koelkast. En dan gaan we deze lekker maken. I love it. Dit is letterlijk alles wat je nodig hebt om dit heerlijke restaurantwaardige gerecht in elkaar te flansen. We hebben nodig een bakplaat, een bakpapier, een grote kom, een steelpan en een kleine kom. En hier doe ik altijd mijn uiensnippertjes of zo in. Dat vind ik heel handig. Even haar vast en nu ineens realiseer ik me hoe blij ik ben met deze keuken in dit huis. Even weer een besefmomentje. Vroeger stond ik altijd in mijn kleine keukentje in Muiden HelloFresh te koken. En nu deze ruimte. Dus ik kan gewoon hier snijden. Ik kan daar snijden. Ik kan daar. Ik kan daar. Ik heb gewoon zoveel plek hier. Echt heerlijk. Verse oregano.
Dat heb ik echt nooit. Oh, dat ruikt lekker. Oh, heerlijk. Altijd als ik met oregano kook, is het eigenlijk gedroogd. En dan ga ik de paprika in de reepjes snijden. Hoppa. We don't want the seeds. Maar ze even onder de kraan. Hoppa, geen zaadje meer te bekennen. De courgette en aubergine, mijn favorite. Oh, ik vind het zo lekker satisfying om zo te snijden als een echte chef. Oh, ik ben helemaal blij dat ik weer eindelijk een keer gewoon een recept maak. Het is ook heerlijk te zien om te kijken naar hoe een ander kookt, vind ik altijd. Want iedereen, sowieso een heel groot deel van jullie, zou dit heel anders in blokjes snijden. Maar je kan gewoon doen wat jij fijn vindt. Misschien kunnen we wel buiten eten, de zon schijnt, joh. Wauw, wat eten we trouwens veel groente vanavond. Wat gezond, wat heerlijk. Ja, bonjo, my fave. Dat heb ik zo lang niet gegeten. Ik doe gewoon een beetje zo. Aha, this looks yummy. Oh, wat heerlijk op zo'n echte bakplaat. Ik weet niet waarom ik dit nooit doe. Kijk hoe lekker. Dit is toch geweldig. This looks very yummy. Oké, we zijn alweer bij stap 3. En dan, zo. Ik moet trouwens echt nooit huilen van ui. Doe zo. Ik weet niet of jullie dat ook doen. Maar dan is hij al een soort van in heel veel stukjes. Dat is echt heel handig. Dit gaan we lekker 3 minuten fruiten. Fruiten. Gaan we de ui en knoflook afblussen met passata. Zo. Lekker. Oké, ik kom met je afgespoeld en dan nu gaan hier de Italiaanse kruiden bij en de garlic. Oh, dit wordt echt lekker. We sprenkel met dit. Oh, heerlijk. Dit is toch heaven. Die doen we in de oven erbij. We zijn er bijna, alleen nog eventjes de basilicum grof hakken en kruimel. Alles is klaar, alleen nog even de groenten en het broodje. Een paar minuten in de oven. Niet doorvertellen dat ik nu een hap orzo eet. Dit staat klaar. Ik heb tussendoor echt alles kunnen opruimen, dus het is alweer helemaal netjes. Dit ziet er heerlijk uit. Dit ziet er ook yummy uit. Dit hebben we volgens mij nog nooit gedaan. Zo. Heerlijk. En oh my god, we gaan voor het eerst eens tijden weer buiten eten. Het ziet er zo lekker uit, niet normaal. Kijk hoe bizar lekker het uitziet. En het zijn ook echt mega porties. Holy moly. Oh, wat lekker. Kijk hoe heerlijk dit eruit ziet. Heerlijk. Taste test. Veel, hè? Het is een reusachtig woord. En ze zeggen dat het heel lekker is om dit brood nog in die saus te dippen. Oké, wij gaan lekker eten. Het is echt super lekker en ik vind het heel leuk, want het is weer zo anders dan wat we tegenwoordig gewoon eten. Het is echt een recept die ik heb gevolgd. Super chill, super makkelijk. Yummy. Breakfast time! Ik heb dus echt geen zin om te sporten. Bizar hoe je uit je ribben bent gestoken. Niet normaal, maar ik ga wel maar echt... Het is pas tien over twee. Ik wil veel eerder gaan sporten. Dit staat nu trouwens zo. Hoor eens eruit, want de glazen was er was. Maar... Ja. Nou ja. Best oké, toch? En ik heb nog wat gekregen. Ik heb namelijk een bureaustoel gekregen van Flexispot. Ze vroegen of ik een bureau wilde, maar dat heb ik niet nodig, want dat heb ik al. Maar een hele chille bureaustoel kan ik wel goed gebruiken. Want voor bijlessen heb ik nummer 1 bureaustoel van de IKEA. En een krukje. Maar dan is dit een hele leuke stoel voor de kids. Maar ik moet hem dus nog in elkaar zetten. Dus dat ga ik later doen. Maar als ik het zo zie, is het niet heel veel werk. Nu heb ik de zin om het nu in elkaar te zetten. Terwijl ik eigenlijk op weg was naar de sportschool. Maar oké. Ik heb lekker alle dozen in mijn auto gelegd. Zie ik nou iets bewegen achter mij. Kijk deze stoel. Helemaal met kabels en zo. Super professional. Ja, alle dozen liggen in mijn auto. Dus ik moet even naar het grofvuil. Oké, eerst gaan we het zitgedeelte en de leuning aan elkaar maken. Dus zitgedeelte. Oh, dit is natuurlijk het zitgedeelte. Het is geen IKEA, hè? Dus ik moet even omschakelen. Ik denk zo.
dacht helemaal leuk. Een theaterstoel, bureaustoel. Kom maar door. Iemand comment ook. Waarom zeg je dan ja tegen zo'n stoel? Beetje impulsief. Dan denk ik, je gaat toch geen nee zeggen als je gratis zo'n mega stoel van 2000 euro krijgt aangeboden. Ik ga er geen nee tegen zeggen. Echt niet. Waar zit hij? Het lukte! Yay! Yes, we did it! Het lukte! We gingen over de bergen en door het woud. Ja, het lukte! Het lukte! Het lukte! Yay! Yes, we did it! Nog even het hoofdsteun aandraaien met dit. Nog even het hoofdsteuntje meer aandraaien en dan nog even een armleuning vastzetten. En I'm ready! Alright, nou de functions. Oeh, nu ziet hij dus los. Oké, lekker dit. Lift button while standing. En dit. Helemaal nice. Het is alweer over 4. En ik ga nu pas naar de sportschool. Ik heb kersen mee voor onderweg. Ja. Ik denk, waarom gaat het zo slecht? Maar ik had blijkbaar 2,5 kilo te weinig opgegooid. 2,5 kilo, wat een verschil. Maar daarom ging het dus niet. Jullie zien mij struggelen. Maar wel goed, ik ben toch wel even wat zwaarder. Eén keer vangen, daarna lukt het gewoon niet meer. De eerste keer dat ik deze doe, deze keer ik kom thuis en haast het al lekker HelloFresh te koken. Vanavond eten we deze. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Het hoort een soja, maar dat doe ik niet. Maar ik heb echt, nou, misschien wel meer dan 2 jaar geen gebakken dam gemaakt thuis. Een restaurant bestel ik ook niet zo vaak, maar ik heb er wel zin in. Lekker, dus met gember en chilipeper. Deze gooi ik er dan dus niet. Kijk, iedereen kan een chef zijn. Ik heb dus een zalm gebakken, want ik had ooit een video van Herman en Blijker gezien over hoe je het heel goed kon bakken. En die ging ik opzoeken, maar die bestond niet meer. Dus ik hoop, zeg maar, wat je moet proberen is om ervoor te zorgen dat het niet wit wordt. En ik heb wel een beetje wit. En dan is je vet iets te hard gestold, maar die ziet er heel goed uit. Hij is goed, hè? Kijk, ik moet heel langzaam bakken en dan ziet hij er nog een beetje rosé uit, maar hij is gaar. Heel lang geleden dat ik rijst heb gegeten. Weer een totaal ander gerecht dan gisteren. Wel super lekker. Voilà. Ik eet dus nu die chia pudding steeds. Maar ik heb dus ook nu 4 of 5 dagen geen koffie gedronken. En dat was gewoon omdat ik even een dagje geen zin had. En toen dacht ik, hey, ik ga het gewoon met matcha doen. Dus dat is ook cafeïne. En eens kijken wat er gebeurt. Maar nu had ik echt weer zin in de smaak van koffie. Dus ik heb dus cafeïnevrij. Ga ik nu proeven. Sowieso was het een beetje een mislukt bakkie. Want hij loopt niet goed nu door omdat hij opnieuw moet worden ingesteld. En mijn melk schijnt niet. Prima, ja. Ik heb dus op vakantie had ik best wel veel koffie gedronken. 'Sochtends. Aan het begin had ik ook nog matcha. En dan ging ik ook nog in de winkel zo'n koffietje halen. Ik heb niet het idee dat ik dus iets merk van cafeïne. Ik voel dat niet wat mensen zeggen. Dus... Maar ik voel het wel als ik ermee stop dat ik hoofdpijn krijg en moe word. Maar ik heb natuurlijk matcha gedaan. Dus ik kan niet helemaal goed beoordelen. Want dat is ook cafeïne.
En misschien nogal meer. En dat geeft gedurende de dag af. Maar ik dacht, ik ga gewoon cafeïnevrije koffie hierin gooien. Hadi drinkt bijna alleen maar koffie op zijn werk. En in het weekend hier. Nou, moeten we steeds die bonen verwisselen. Maar dat is echt heel veel werk. Ik heb net lopen stofzuigen hier. Alles lag op de grond. Al die bonen liggen hier. Overal. Ja, dit smaakt gewoon prima. Even guilty pleasure dit. Het is vandaag begonnen. En er is geen zon, zie je dat? Ik heb een beetje schoongemaakt net. Wat nieuw. Doe ik normaal niet. Maar de hulp heeft ook vakantie. Ja, echt een sick fuck. Godverdamme, die beesten leven letterlijk nog. Dit is zo fucking gof. Ik had trouwens dit gekocht voor mijn H. Nou ja, deze voor haar. Deze voor mij. Ik dacht, het is leuk. Kunnen we een keer blaadjes lezen en woordpuzzels maken? Oh, ik heb zoveel zin om nu met haar naar de Ardennen te gaan. En kijk dit, als je zo wakker wordt. Het is toch wel... Ik kan hier dus helemaal... Mensen denken dat ik echt luxepoes ben. Ik had het nog met mijn schoonvader over, maar ik kan hier echt wel genieten. Ik wil alleen goed kunnen slapen. Ik geslapen? En kijk eens waar je wakker wordt. Dit is zo chill. Oh, wat lekker. Ja, ik vind... Ja, als we blij dat we dit nieuw zijn. We zijn een beetje aan het keten natuurlijk. Ben je ook nieuws? Check dan geuze en gorgels. Ze gaan ook nog op de podcast erop door. Dat is wel leuk. Maar ik vind het... Ja, tuurlijk, alles met hun vind ik leuk. Maar ik vind het wel tegenvallen. Het duurt nog geen 28 minuten. Daarvan zijn het volgens mij 2 minuten intro-outro. Wat voice-over af en toe. Het is... Ja, shot van de Ardennen duurt misschien 3 minuten. Shot in de wellness duurt misschien 3 minuten. Echt heel weinig dat ik denk, was er zo weinig leuk beeld? Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Bij de podcast heb ik juist het gevoel dat ze er heel weinig uitknippen. Kan ik echt wel genieten. Ook hoe langer, hoe beter. Maar dat iedereen denkt, jeetje wat kort. Maar niet op de goede manier, jeetje wat kort. Ik heb nou niet zulke highlights gezien. Ik heb geen één keer echt hard gelachen, wat ik bij de podcast wel altijd heb. Ik vond het een beetje een teleurstelling. Ik bedoel, ik vind het leuk, want ik vind Monica en Kai superleuk. Dus ik zal het gewoon blijven kijken. Maar voor hun vind ik dit echt... Nou... Ik weet niet eens of ik het een voldoende vind eigenlijk. Ik vond het echt tegenvallen. Ik ben benieuwd wie, of jullie ook hun volgen en kijken en zo. Ik ben echt nooit fan van mensen, maar ik vind echt Geuze en Gorgels geweldig. Ik denk dat... kan niet anders dan dat er meerdere mensen met mij zijn die zich hier zwaar op verheugd hebben. Maar echt het een beetje een bummer vinden. Maar goed. Nu ga ik even lekker editen. Editen. En ik zat nog te kijken dat dit ook laatst vroeg bij de TK Maxx. Moet ik ook eens een keer wat mee gaan doen. But I don't know what yet. Dit is toch chill met de ui. Dit wordt voorgesneden. Oh, wat heerlijk. Ik ben lekker aan het koken. Lekker makkelijk. Heerlijk dat ik dus nu gewoon een gerecht kan uitkiezen bij HelloFresh. Ik vind het zo relaxed. En als het goed is, is het echt over 20 minuutjes al klaar. Dus ik heb vandaag gewoon even lekker snel gedaan. Dus niet heel erg mijn best gedaan op de... hoe noem je dat? Hoe het eruit ziet. Maar alsnog ziet het er echt super lekker uit. Lekker bulgur met kip gehakt. En allerlei lekkere dingen. Dit eten was echt super lekker. En het zonnetje schijnt, dus we gaan even een cocktailtje doen. Maar ik dacht, zeg maar, het was gewoon heel simpel. Maar ik had niet verwacht dat het zoveel smaak had, het gerecht. Echt heel lekker dat je zo'n kip gehakt met een uitje bakt. En ik had de bulgur ook nog meegebakken eventjes. En een dressing van mayonaise. Ik had van die Zwitserse Tommy mayonaise gehad. Met Mexicaanse kruiden. Was echt verrassend lekker. Hallo jongens, het is 11 uur. En ik heb lekker eventjes een half uurtje sleepers gekeken op Videoland. En met chia pudding natuurlijk gegeten. En ik had mijn shirt nat gemaakt. En ik hoop dat de kreukels eruit gingen. Want ik had geen zin om te strijken. Ik heb echt sport t-shirts nodig. Voor als je niet een trui wil. Niet zo'n heel kort topje. Maar wel een t-shirt. Dit is gewoon niet mooi. Maar boeit verder niet. Maar het is gewoon leuker om te sporten. Tenminste wat er leuk uitziet. Ik heb wel allemaal leuke leggings. Maar geen leuke tops. Oké. Ik ga nu leg day doen. Ik had tegen mezelf gezegd. Oké. Ontbijten. Dan... Too much information. Door die chia pudding moet ik meteen daarna binnen 20 minuten naar de wc. Heerlijk. Niet als een soort laxerend gevoel. Gewoon net heel goed natuurlijk gevoel. Oké, TMI, maar oké. Neem chia pudding. Het is echt fantastisch. En dan kan ik dan meteen eventjes wassen, opfrissen, aankleden en naar de sportschool lopen. Na sport lekker douchen, haar wassen. Dat is dan de tweede keer dat ik head and shoulders ga doen. Mijn haar is nog steeds blauw. En dan vanmiddag bij les. Dus ik hou me aan mijn plan vandaag. Olé. Vaak wat erin ruimen. Ruimen doe ik wel straks.
vuilniszak gaat wel nu weg. En dit is dus echt zo dubbel op. We hadden dus dit rekje gekocht, had ik dat gezegd. ik weet niet wat ik ervan vind. Maar goed, let's go! Blijf langs je mogelijk. Ik luister nu een podcast. Deze gorgels is veel te weinig. Zo snel. Rookies. Op Podimo van Kimberly Klaver. Grappig, want ik vond haar niet per se leuk. Tenminste, ik had een beetje een beeld van haar, maar dat is ze volgens mij helemaal niet. Ik ken haar van Spangas. Ik dacht, zij is altijd een beetje zo net kakkerig typeje. Maar zo praten, maar ze is niet... Ja, het is wel grappig. Het is eigenlijk een soort van wilde bras. Samen met Laura en Versler, die dan die moeders zijn en gekend zijn, maar eigenlijk met op zoek zijn naar hun oude zelf. Dat is wel heel leuk. Dit is denk ik voor mijn webshop. Die heb ik dus, ben ik gestopt. Kans op 1 miljoen. Dat soort brieven hoeven we niet. Vanavond komt Klin dus eten. Dus we hebben natuurlijk HelloFresh, maar ik heb niet echt zin om twee HelloFresh gerechten. Nou ja, misschien gaat haar trouwens koken. Ik heb bijles. Ik heb het een half uur vervroegd. Dus voortaan is het van 4:30 tot 5:00. Dan ben ik 5:30 thuis, want ik heb al gesport, olé. Maar ik vind het dus wel leuk als hij komt. Kijk, ik vind altijd, omdat ik natuurlijk best wel vaak lekker eten maak als mensen komen of een borreltje. Dan vind ik het zo stom. Vooral mensen die me ook op Instagram volgen en dat zien. Dat ik dat dan bij zo iemand dan niet doe. Maar ja, dat is een beetje een last minute door de week dingetje. Dus ze hadden al iets van, dus nu bestellen we een pizza. Dus ik dacht, ik doe gewoon één HelloFresh gerecht. Ik weet niet wie van ons dat gaat kopen. We zijn denk ik even laat thuis. Binnen is er dan 5:45. En dan zorg ik even voor een borreltje. Dit is echt de enige die lekker is. Ik heb de normale Alpro coconut gekocht. Niet lekker genoeg. Ik heb de Jumbo kokos gekocht. Houdbaar. Niet lekker genoeg. Deze moet je hebben voor je chia pudding. Ik ga daar een TikTok over maken. Omdat ik het zo bizar vind hoe goed het werkt. Nou, dit zijn mijn boodschappen los van HelloFresh. Dit, ja. Ik kan het ook niet kopen omdat ik het zelf niet meer eet. Maar ik dacht, die mannen vinden dat toch lekker. Dus ik doe het maar gewoon. Ik ga niet voor anderen beslissen. Dus ik heb even zo allemaal 1,50 kaasjes gekocht. Misschien een cocktailtje maken. Zo zie je dus. Dan ben ik dus op tijd met mijn sportplanning. En dan ben ik nu alsnog te laat. Ik ben 4 minuten te laat bij bijles. Maar ik ben met de auto. En dat was niet het plan. Ik wil niet met de auto. Ik wil met de fiets. Maar haar was en het hele ritueel duurde allemaal langer. En ik dacht, ik wist niet wat ik aan moest. Ik heb maar weer dit. Iemand komt me te laat dat ik altijd hetzelfde draag. Nou, true story. Ik heb niet eens mijn make-up op tegenwoordig. Heb ik ook geen zin in. Oh. Terwijl ik helemaal niet zo'n heel druk leven heb. Nu was erg. Ik had trouwens net zo leuk. Er was net een bus met vol met mensen met het syndroom van Down. Hier zo links naast me net, 2 minuten geleden. En een van die mannen, of jongens, ik weet niet hoe oud hij is. Die zat met me te flirten en ik vond het zo schattig en leuk. Dus ik ging een beetje terug flirten en een beetje zo zwaaien. En hij was helemaal blij. Dat vind ik toch echt fantastisch. Dat is wel heel leuk. Daarom zet mijn knipperlicht aan. In ieder geval, het is bloedheet. Ik zit voor het eerst in de vakantie volgens mij weer in mijn eigen auto. En ik heb dus een kort broekje aan. Het is zo verwarrend dit weer. Hebben jullie dat ook? Het is echt bizar verwarrend. Je weet het allemaal niet. Wat je aan moet. Het is eigenlijk zin om weer lekker een legging met een trui aan te trekken. Ik zit helemaal niet meer in het zomerritme. Maar het wordt nu dus weer mooier weer. En als je dan de deur uit moet, kan je niet in je legging lopen de hele dag door, hè? Klink komt er straks. Ik wou de vaatwasser en zo nog uitruimen. Want dat is wel zo aardig. Ook voor haar als hij thuis komt en hij gaat te snel koken. Maar dat is me ook niet gelukt. It's the real life. Back home, het was heel leuk. Goed en leuk. Ze wist dus niet dat ik kwam. Ze zag niet dat ik blauw haar had. Nou, het is ook echt wel minder. Ik vertel dat eventjes. Vind ik altijd leuk, een beetje persoonlijk. Maar ze wist niet dat ik kwam. Dus dat echt, ze had geen spullen klaar. De moeder was aan het werk en zo. Maar uiteindelijk was het leuk. Ging het goed. En maandag weer. En nu, en ik kwam nu het eigenlijk tegelijk thuis. Dan gaan we even snel even eten voorbereiden en zo. En dan is ik weer over een uur en een kwartier of zo. Dus we hebben nog best wel lang. Het is echt heet. Dat weer de laatste 20 minuten van de bijles hebben we weer in de tuin een boek gelezen. Dat boek wat wij ook lezen, weet je wel.
die vijf is. Heb jij nou er stiekem te pakken? Worst? Je is wel door hoor. I see you bro. Om nom 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 nom. Ja, lekker borrelen. Clean is er. Hey, ik heb bizar lang niet gevlogd. We hadden gisteren een hele gezellige avond. En ik heb oprecht er niet over nagedacht om te vloggen. Wat best bijzonder is bij mij, want het is echt mijn tweede natuur. Maar op zich wel leuk. Het is heel laat geworden. Het was heel gezellig. En vandaag ben ik heel lang bezig geweest met mijn nieuwe weekvlog. Mijn vorige heeft echt nog ineens 6000 views. Dat is echt heel laag. Mijn nieuwe duurt weer meer dan een uur. Die is dus... Het duurde zo lang om die te renderen, heet dat. Dat hij nog eens niet klaar is. Dus haar moet hij dan voor mij uploaden. Ik ben pas zondagmiddag of zo thuis. En dan heb ik dus ook geen tijd om een thumbnail te maken. Want dat kan pas als je video gerenderd is. Dan pas zie je een overview zeg maar, van die video. En daar clip ik dan twee shots uit, blabla. Dus oké, nou ja, zo wel. De vlog is in ieder geval klaar. Nu ga ik dus mijn moeder ophalen. Superleuk. Mijn hele auto ligt vol met karton. De dakkoffer ligt vol met plastic. Want ik moest toch naar het scheidingsstation. Hoe noem je dat? Ik weet niet, iedereen noemt het anders. Heb ik natuurlijk niet gedaan. Hij was vandaag tot 7:45 open. Ik dacht dat hij tot 9 open was. Ik dacht, oké, dan moet ik mijn moeder tussen 9:30 halen. Ga ik daarvoor naar het scheidingsstation. Maar ja, 7:45 betekent dat ik dus op 7:45, dan zou ik al om 7:15 of eerder bij mijn moeder zijn. Terwijl ik er pas tussen 9:30 moest ophalen. Dus dan dacht ik, ja, doei, dat is niet handig. Dus nu hebben we al het plastic van de kapotte kasten van de storm in de dakkoffer gedaan. En ga ik nu hier bij de Jumbo al het karton weggooien. En dan mijn moeder ophalen. Wel leuk. Ik heb 3 uur geslapen of zo. Dus die ga ik morgen wel voelen. Ik ga dus mijn moeder ophalen. Heb ik zelf voorgesteld. Ik heb zelfs hier trouwens een... Ik had gisteren een deel opgenomen van het Chia TikTok. Oh, hij overstroomt echt letterlijk bijna. Oh, wat echt heel fijn is. En ik zie nu staan geheugenkaart nog 8 minuten. Maar volgens mij heb ik in mijn auto een extra geheugenkaart. Nou, dat weet ik niet zeker. Ja, ik ga niet terug. Ik ben wel op tijd. Maar ik wil gewoon echt op tijd zijn om mijn moeder op te halen. Maar in ieder geval, ik zei dus tegen mijn moeder. Ik zou eerst vrijdag, zaterdag hier gaan logeren. Of nee, ik heb 3 uur geslapen. Ik zou vrijdag komen slapen en ik dacht top. Mijn vriendinnen Shanna en Jimmy. Die ken ik dus van de middelbare school in Weesp. Shanna woont nog in Weesp. Jimmy woont helemaal in Deventer. Afspreken is gewoon ja, lastig. Ik spreek sowieso heel weinig met vrienden af. Shanna ook. Maar toen dachten we van oké, als ik mijn ouders opzoek en Jimmy zoekt haar ouders op. Shanna woont in Weesp, dan kunnen we in Weesp afspreken. Super chill. Nou, haar ouders kunnen niet. Dus uiteindelijk gaan we in Hilversum afspreken. Want dat is voor haar wel dichterbij. Maar dat is dus morgen. Toen stuurde mijn moeder dus dat ze vanavond met haar club... Superleuk, nog een jaarclub. Echt heel leuk. Ze dus gingen varen en eten in Leiden. Nou ja, dat is hier nog geen 25 minuten vandaan. Zei ik, als je nou met OV wil, dan kan je lekker een wijntje of zo drinken. Haal ik je op, gaan we gezellig vrijdagavond al naar Weesp. En dan slaap ik daar. Dan gaan we straks gewoon lekker naar bed. En dan morgen ben ik er al. En dan ga ik even met Jean met de trein naar Hilversum. Daarna weer bij mijn ouders eten met Olivier en Melissa. En daar dan nog een nachtje slapen. Superleuk. Maar ik had echt geen zin om weg te gaan bij haar, want we zijn er zo heerlijk aan het genieten van alle tijd die we samen hebben. De laatste tijd is echt extreem. Dus ik dacht echt van, oh, ik wil niet weg bij haar. Maar ja, het is in principe ook meegekund. Maar ja, ik ga morgen natuurlijk met vriendinnen afspreken. En ik vind het altijd wel heel leuk zo'n weekendje bij mijn ouders. En heeft hij ook lekker tijd voor zichzelf. Zo, ik ga nu mama oppikken. En het lijkt me leuk als ze een paar wijntjes heeft gedronken. Gezellig toch? Helemaal gezellig. Nog 20 minuten rijden. Olé. Oh, dat was zo gezellig in de auto dat ik helemaal ben vergeten om te vloggen, want we waren natuurlijk alleen maar aan het kletsen. En nu is het 7:15, gaan we allemaal lekker slapen. Dus ik spreek jullie morgen. Good morning. Ik pak lekker een roze handdoek. En ik ga lekker douchen. Matchy, matchy. Oh, ik heb mijn haar even een klein beetje geveund. Niet echt, gewoon een beetje eigenlijk zo. Het zit best oké, maar... Voor hoe lang is de vraag? Dit heb ik allemaal bij, misschien leuk. Ik gebruik deze nu. Dit, want het is echt heel wit ben geworden. Zo'n bruine crème. Dit is dan weer zo'n bruin serumspul. Zonnebrand gebruik ik nu niet. Oh ja, oogcrème moet ik nog doen. Dit heb ik dan gewoon hier liggen. Deo, tandpasta, make-up remover. Lens Russell, mijn favoriete parfum. Heb ik mee, dit heb ik mee. Pillen dingen, make-up.
Dit is mijn stash. Dan laat ik deze even. Kijk, als je meer dan 15 euro moet betalen bij de Action voor 128 gig, dan zou ik hem niet kopen. Ik heb dus weer dit tasje voor Jiminy, want die was jarig en ze viert het niet. Maar ik heb gewoon even allemaal goodies erin gegooid en dit kaarsje. Die ik toen al bij TK Maxx ofzo gekocht. Ik ga het even een beetje netjes indelen. Niemand zoeken. Nice! We made it. Ik was op tijd. Ik ben dus, omdat ik te laat was, een stukje met de auto gaan rijden. Nee, ik bedoel, ik ben al te laat. Ik ging een stukje met de auto rijden naar het eind van de straat. Daar was parkeerplek en toen lopen. En toen was ik 3 minuten wat eerder. En voor het eerst in mijn leven was ik gewoon 1 minuut eerder dan degene met wie ik in de trein ga. En geweldig. Dus ik had voor het eerst het gevoel van, oh nee, wat als je er niet bent? Weet je wel? Wat iedereen met mij altijd heeft. Oh, hoe kom je hier nu uit? Oké, okay, jij bent net zo irritant als dat je stopt met praten als ik ga vloggen. Zo stom. Het is wel wennen als je dat ineens niet meer eet, want het duurde echt bij mij 5 minuten voordat ik besefte van, oh, bacon, dat mag dan niet, weet je wel. Hé, hier zijn ook nog dingen. Kinderlimo. Toen zagen we al van, oh, het is minder. Het is ook minder. Koffie. Oh, lekker. Zoete aardappel. Oh, lekker. Gewoon. Ik zeg gewoon, ik ga slapen. Ik zeg niet. Ik heb helemaal niks gevlogd. Het kan echt niet. Mensen vinden het zo leuk bij jullie altijd. Oh, dit zijn sojabonen, hè? Nee. Ja, dat is edamame. Oh ja, ja. Ik kan het niet. Maakt niet uit. Ik kan niet echt soja. Kokosmelk zit ook 3% soja. Een klein beetje. Klein beetje. Nee, ik eet die gewoon niet. Helemaal niet. Nou ja, ik denk het wel. Moet ik even voor jullie allemaal opscheppen? Ik heb ze sindsdien nooit meer gegeten. Oh, lekker, pap. Zit erin? Dit is jouw dressing, dat proef ik. Nee. Wel? Nee, anders. Nee. Mosterd, charlotte. Nee. Nee. Honing. Nee. Spersiebonen. Meestal zegt hij nee en dan daarna ja. Ik begin van. Spersiebonen, geroosterde aubergine, courgette, edamebonen, ertjes, munt, peterselie. Ja, lekker. Munt dressing van tahin, limoen, olijfolie. Honing. Mosterd. Is dat nog iets hier, maar dat ben ik vergeten. Hey, mosterd. Nee. Weet je waar dit naar smaakt? Naar jouw ertemunt dip. Ja. Ja. Daar smaakt het echt naar. Hoe die munt. Die ik zo lekker vind, die ik ook bij 35 een beetje had geprobeerd. Ik laat papa gewoon mijn content maken voor deze vlog. Ik heb zelf geen inspiratie. Ze kunnen niet. Camera aan op zijn gezicht. Wow. Van jou maakt hij nu een soort spook. Huh? Ik zie je niet. Ja, je bent helemaal overbelicht. Dat is voor raar. Lekker, daddy. Down, daddy. Je hebt een croissant liggen daar. Ik ga ze gewoon eten en kijken wat er gebeurt. Zelfs als ik heel veel buikpijn heb, heb ik een reden om vroeg naar bed te gaan. Komt de pizza nummer 1. Oh, ik heb de snijtaak, hè? Ja, ik hoef het alleen maar te brengen. Ja, ik doe die eerste taak wel voor je. Oh, oké. Okay. Zit zulke mooie luchtbellen op? Oh, ik moest onze pizza meebrengen. Huh? Hé, dit is een nieuwe. Dat is een mooie pizza. In 5, hè, Lien? Ja, dat is lastig. TikTok heeft niet zoveel views gehaald, helaas. Oeh, de bodem is goed. Dat kreeg ik in Italië niet hoor, zo'n stevige, dunne bodem. Lekker, Robin. Oh, lekker venkel. Wat is er nou gebeurd dat deze zo goed smaakt? Venkel, papa. Papa, die bodem is zo dun en hij valt niet om. In Italië gingen alle pizza's zoals een snappen naar beneden hangen. Hoort er bij de Napolitaanse, maar... Nee, maar ook bij de Romaanse. Ik heb je hulp weer nodig. Oh. Vasthouden? Graag. Iets dichterbij en dan schuif. Bellen. Ik denk dat het goed is.
vallen. Lach naar de fans. Fans. Hé, hey, weer Venkel. Heel lekker. Wauw. Helemaal aan het genieten. Helemaal homemade. Papa heeft gele tomatensaus. Hm? Hoe lang maak je nou nu op nooit, pizza's? Nooit ergens in een restaurant zeg maar, gezien. Een speciale oven? 5 jaar of zo. Maar papa, hoe kom je bij gele tomatensaus? Want daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, je ziet het ook niet in de winkel liggen. Wow, die luchtbellen in die zijkant. Ja, maar niemand doet ooit gele tomatensaus. Waar dan? In welke pizzeria doen ze dat? Italië. Ik heb een. Nooit, nee. Nooit gezien. Ik studeer al 8 jaar. Kijk, Rubio. Parijs. Nee, het gebeurt bijna nooit. Ik studeer al 8 jaar. Maar dit is bizar dat dit niet omflapt. Dat dit niet ook maar een beetje naar beneden gaat. Nee, het is toch fantastisch. En het is niet, goed, het smaakt niet naar cement. En het heeft zwarte prins, maar het is niet zwart. Moet je smaakt de luchtigheid zien. En de gele saus is lekker. Maar lijkt wel stel idioot hier. Hoe we dit zitten te analyseren. Helemaal gek. Nu denkt iedereen waarschijnlijk in de vlog, daar heeft ze die obsessie met eten voor. Oh, ik zit er ook op. Dat is echt ook een soort konijn beslaan naar binnen te werken. Dit is lekker, die gele. Ik hou niet eens van gele tomaten. Verder. Mm. Mm. Ja, het punt is. Zo niet dat je erop stond, ik zie niks namelijk. Nee. Ik zal mezelf een heel vage koekje. Net maar een beetje peperbite, net een beetje knoflook. Maar de knoflook is heerlijk. Heel lekker. Jeetje, dan krijg jij veel pepers in je reet vandaag. Pepers of vier? Oh, peren. Geen enkele rauwheid in zo. Het deeg. Analyse van Oliver Fink. Oli, jij moet voedselrestaurant recensent worden. Ik had al gezegd, met koffie, met parfum, met die neus van... Leuk! Kan je rijk mee worden, joh? Je hebt het nog veel erger dan ik. Sorry. Vorige keer ging het dus helemaal mis. Toen was ik er niet. Ik maak me niet druk over, vroeger wel. Goed zo. Toen ik gisteren naar Leiden was, was papa zwaar gaan studeren. Sorry. Weet je hoe Oliver kijkt? Als je zeg maar op Instagram van die filmpjes ziet dat man en vrouw gaan trouwen en die man die staat te wachten tot zijn vrouw in de jurk aankomt lopen, toch? Het moment dat hij zijn vrouw in de jurk ziet, hoe die dan straalt, zo kijkt Oliver nu maar over de pizza. Ik ga met een pizza trouwen. Die liefde. Dus luister, als je dit gewoon goed kan. Het is ultiem comfortfood. Maar kijk dit zelfs nu, blijft hij recht. Ja, nee, meer comfortfood dan dit kun je niet krijgen. Hoe kan dat? Maar jij bent echt erop gaan studeren, weer wat je vader hebt gedaan. En dat heb je dus duidelijk gevonden meteen. Nu restaurant beginnen. Ja, dat is 2 dagen nee, geleden. Nee, dat gaat niet doen. Bizar. Ik heb het niet gevonden, ik heb gewoon nagedacht dat het wat het was. Als jullie dit dus lekkerst vinden, dan weet ik dus nu wat voor deeg ik moet maken. Ja, is dat wel geheim? Want dit is de crunch van, ja, de, moet je wel geheim houden, van de Romeinse. Dat hij overlijdt. De crunch van de Romeinse. Zat in zijn memoirs. Met, op de steen. De softness op de grafsteen. En ook de brandsmaak. Zijn mensen die dat doen, ja. Want bij Romeins ga je al sneller naar broodsmaak. Nee, ik dacht dat je hebt van de beste appeltaart. Staat al op het graf. Nooit gezien. Nee, zeker niet. Ik heb gele tomatensaus. Is dat truffeltapenade? Lief dat Loes dat had gedaan. Ja. Zongedroogde tomaten. Slij ik of jij? Basilicumpest uit de tuin. En gele tomaten. Wauw. De laatste, wat zit hier op, Daddy? Dat is het taleggio, Italiaanse kaas. Oeh, daar ben ik geen fan van, taleggio. Buffel. Het zal wel lekker zijn. Buffel. Taleggio. Ik ben geen fan van taleggio. Taleggio. Lisa is ook dol op taleggio. Echt of niet? Nee, ik ook niet. Als deze pizza is echt, ik zou zeggen, deze pizza is zo goed. Zeg, het is 20 minuten later nadat we wilden gevlogd wilden worden, dus nu zitten we echt zo van, no comment. Hey jongens, volg Teddy even op Instagram. Dat is leuk. En wat moeten ze dan volgen? Daddy. Daddy Labradoodle Tails. Daddy laagstreepje Labradoodle laagstreepje Tails. Of is het Labra laagstreepje Doodle? Nee, Labradoodle. Het is voor het eerst dat ik met Teddy knuffel. Ja. Maar zijn pootje zit dus klem tussen mijn benen, anders wil hij weg. Nee, kijk maar, hij zou anders ook niet weg. Nee, het is toch leuk? Ja, het is leuk. Wel lekker vond ik. Ja, hè? Ja, het is heel zacht eigenlijk. In je handen plakken niet. Hè? Nee, het voelt heel schoon. Zoals bij katten. Geen haren ook eraan, ook al ga je zo er doorheen. Geen haren. Wat drink jij?
Limoncello. Limoncello met ijs. Lekker. Er zijn er nog twee op tafel. Ik heb voor jou ook een glaasje als je wil. Heerlijk. Gezellig, hè? Zo. Ja, heerlijk. Lekker buiten. Windje komt uit het westen. Het wordt tegengehouden door de overkapping. Erg lekker. Mooie dag morgen. Heerlijk. Een beetje denk aan die tijd met die JVC-kamer. Ja. Nee, nee, vroeger. Het zilveren ding met dat bandje. Nee, maar ik zit echt... Oh ja. Morgen zijn we nog een dagje vrij, hè? Ja, lekker. Lekker suppen. Vandaag is zo'n mooi rondje gesupt ook. Omdat alles open is, kan je allemaal die tuinen van achter zien. Normaal kijk je er niet. Hoe kijkt Teddy nu eigenlijk? Teddy zat net onderzoekende leerhouding naar de camera te kijken, maar nu gewoon een beetje naar voren. Gewoon chill. Hij voelt wel chill. Houdt hij van massage? Ja. Lekker leven, Teddy. Lekker gemasseerd worden de hele dag. Echt 3 maanden al volgeboekt. Is dat met bubbelbaden of zo? Nee, voor je hoofd. Dan gaan ze een uur je hoofd zo helemaal... Ach, het lekker zo. Ik raas met zo'n hoofd. Waar, oh, wat lekker. Waar kan ik dat doen? Rotterdam, Amsterdam, ik wou het boek. Ik dacht, ga ik lekker met heel, ga ik dat dinsdagmiddag gaan als cadeautje. Dat is sowieso echt 180 euro. Hashtag no spon. Ja, het loopt zo goed dat er gewoon geen spon voor nodig is. Bizar. En dan krijg je zo'n douchestraal zo lekker. En dan gaan ze foto's maken van hoe vies en vet je haar is. Helemaal ingezoomd, 200 keer vergroot. En dan daarna zie je dat het helemaal schoon is. Ze gaan het scrubben, ze gaan het wassen. Het is een hele grote Japanese head spa heet het. 180 euro. Met z'n tweeën. Maar ze scrubben je en hoofd. En het meeste is women only. Nee, ze gaan gewoon alles doen. Ze gaan helemaal niet zien zo asmer zo. Wat morgen. Wat had jij meegenomen? En dit had ik ook meegenomen. Heerlijk. Rol? Ja, dit doe ik niet. En je moet ook naar het steeltje kijken. Je moet kijken naar de gele plek. Ja, geel waar de zon op staat. En naar de lijnen. Dat betekent suiker. Als hij er zomaar lelijk en beschadigd uitziet. Ja, dan heeft hij meer zoet. Ja. Hoeveel pitten? Wel mega. Oh, jammer. Volgens mij hebben ze hem nog gewoon laten vallen in de winkel. Ja? Dat denk ik altijd. Of te koud geweest. Nou, ik ren het weg bij mijn ouders. Papa belt me. Je bent je zaadjes vergeten in dat glaasje, je chia. Nu rijd ik weer terug. Nou, ik was het eigenlijk niet vergeten. Ik had alles al 3 uur van tevoren klaargezet. Maar ik kon niet alles tegelijk tillen. Dus papa ging de pizza tillen. Want ik heb pizza mee, dus ik chill en de chia. Maar hij heeft blijkbaar de chia niet getild. Dus oké, okay, dan rijden we wel weer terug. La 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 la. Oh, het is warm. Ik heb me al 4 keer omgekleed vandaag. Want dan is dit weer te koud, dan is dit weer te heet. Nederland is wel. Je hoort maar niet snel klagen over Nederland. Want ik hou er wel van het wisselvallige. Maar ik zou het wel fijn vinden als het op 1 dag dan wel consistent is gewoon, weet je wel. Kijk, als ik nou vandaag in een jurkje loop en morgen in een dikke trui vind ik prima. Maar ik wil dan wel op de dag zelf één outfit kunnen aantrekken. Nou ja, laagjes. Ik ben geen laagjespersoon. Nou, rijden we weer terug, hè. Dat is heel gezellig. Wow, ben je gek zomaar oversteken. Levensgevaarlijk. Oh, 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 oh. Oh, ze staan ook echt hier al klaar, zodat ik niet meer hoef te draaien. Papa, papa staat hier nu klaar met de chiazaad. Ik ga stuk. Niet hard rijden, Kinderwijk. Lijkt wel een drugsdealer. Opzichtig, hè? Niet hard rijden. Kijk jongens, dit was ik vergeten. Ik was aan het vloggen. Was je aan het vloggen? Ja. Daar. Hallo. Wat was je vergeten? Jij was het eigenlijk vergeten, had ik al verteld. Doei. Doei. Kus. Bye daddy. Was gezellig. Ja, leuk hè? Ja, was heel leuk. Ook met Oli en Em en Teddy. Love you. Doei Eline. Doei. Hè? Huh? Zag jij het? Oké, doei. Really love my parents. En heel veel van mijn volgers houden ook van mijn parents. Dat vind ik wel heel leuk. Oké, papa zei dat ik veel te hard reed, dus ik zal even wat zachter rijden. Ik rijd inderdaad te hard. Oké, okay, let's go home. Lekker naar H. Ik wil eigenlijk eerder al bij H zijn, want zondag is mijn favoriete dag met H. Maar ja, ik had eigenlijk gewoon geen zin om weg te gaan bij mijn ouders. Dus ik ben pas om 3:30 thuis. En ik ga alleen tussendoor nog even lekker een Starbucky of zo doen. Ik zeg altijd dat ik dat doe, dan doe ik het uiteindelijk niet. Want ik vind Starbucks eigenlijk helemaal niet heel lekker. Maar soms vind ik het gewoon leuk om dat te doen. Oké, okay, ik was Geuze Gorgels aan het luisteren. Een aflevering van 17 minuten olé. Daar heb je toch helemaal niks aan, jongens. Maak eens langere. Maar goed, dan ga ik even naar luisteren en adios amigos.
Oké, allemaal, dan ga ik de weekvlog hier weer afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet de reactie achter te laten als je dat normaal doet. En ook als je het normaal niet doet, want dat vind ik super leuk. Duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En volg me op TikTok en Instagram. En dan zie ik je graag volgende week zondag weer om 10 uur voor een nieuwe weekvlog. Bye!